John de Mol beweert dat hij in januari, toen het Voice-schandaal aan het licht kwam, kennis had van slechts één geval van seksueel grensoverschrijdend gedrag bij het programma. Het betreft de misdraging van Jeroen Rietbergen, die in 2019 op het matje moest komen bij John. Na die ontmoeting kreeg de bandleider alsnog een tweede kans. Vlak na het barsten van die voicebom gaf Jeroen zijn wangedrag toe in een uitgebreide verklaring. Dit alles ben ik mij al een aantal jaren zeer bewust, vanaf het moment dat ik door mijn opdrachtgever streng ben aangesproken op mijn gedrag. Ik heb toen met grote schaamte mijn vrouw, Linda de Mol, Red, op de hoogte gesteld, zei hij. De lezing van Jeroen over de strenge tik op zijn vingers sluit aan bij wat John hierover heeft gezegd. Waar John echter beweert dat zijn afstraffing van Jeroen over slechts één slachtoffer ging, sprak de bandleider toen al in meervoud, voor mij was meer dan duidelijk dat mijn gedrag richting een aantal personen ontoelaatbaar was geweest. Tim Hofman, de man die in januari het Voice-schandaal aan het licht bracht, heeft vanmiddag een vervolgreportage over het Voice-schandaal online geplaatst. Hierin zegt hij sterke signalen te hebben dat John in 2019 niet van één, maar van vier gevallen van wangedrag door Jeroen wist. Als dat waar is, is het natuurlijk bizar dat hij Jeroen een tweede kans gaf. In de vervolgreportage van Tim zijn opnames te horen waarin een medewerker van The Voice beaamt dat Talpa-leidinggevende Linde de Jong en Rick Brink destijds inderdaad met meldingen van vier vrouwen naar John zijn gestapt. Er zijn volgens Tim twee scenario's mogelijk, of John liegt over wat hij wist van het wangedrag bij The Voice of Linde en Rick hebben het wangedrag onder de pet gehouden. Tim belt in de reportage zowel met Linde als met Rick, maar Rick hangt op met een smoesje en Linde reageert enorm arrogant. Linde, die nog altijd een leidinggevende functie heeft bij Talpa en volgens Tim mogelijk een onveilige werkomgeving binnen Talpa in stand hield, laat haar walging voor Tim duidelijk blijken. Als hij haar daarom uit de hoogte noemt, reageert ze heel pinnig, nou, jij kent mij helemaal niet, dus het heeft geen nut om mij uit de hoogte te noemen. Eén ding maakt Tim duidelijk met zijn vervolg op de Voice docu, het zaakje stinkt. Er wordt door één of meer mensen flink gelogen, ten koste van de slachtoffers van The Voice. Tim denkt dat bepaalde mensen veel meer weten dan wat ze naar buiten brengen. Wij hebben het afgelopen jaar van een veelvoud aan bronnen gehoord dat het op de werkvloer al heel lang bekend zou zijn dat Rietbergen zich misdroeg tegen vrouwelijke collega's. John ontkent de beschuldiging van Tim dat hij meer kennis had over het misbruik bij The Voice en weigerde om aan de uitzending mee te werken. De mediamiljardair is nog niet van Tim af, want de programmamaker kondigt aan dat hij zich in dit dossier blijft vastbijten. Mensen die meer weten worden opgeroepen om zich te melden bij hem en zijn redactie. AD Mediajournalist Marcus den Blanke vindt dat Tim goed werk levert. Tja, op deze uitzending van Boos kan je als je geen Talpa-marionet bent geen commentaar hebben. Duidelijk beeld geschetst. Er ligt iemand over seksueel overschrijdend gedrag binnen het bedrijf. John de Mol, Linde de Jong en Rick Brug hebben het antwoord. En mediajournalist Mark Koster, het gezwijg van Linde de Jong en Rick Brug, nu nota bene bij ITV, is veelzeggend en een klap in het gezicht van slachtoffers. Klassiek doofpotje.
We'll be right back.